Vandaag, precies 4 jaar geleden, bracht RTV Oost voor het eerst de injectie van afvalwater onder de aandacht. Op dat moment werd al 2 jaar afvalwater geïnjecteerd in lege gasvelden in de bodem van Noordoost-Twente. Want bij de oliewinning in Drenthe komt met de olie ook vervuild afvalwater naar boven. Dat water wordt gescheiden van de olie en bevat dan nog een flink aantal schadelijke chemicaliën, zoals onder meer het giftige benzeen, het radioactieve barium, isopropanol, methanol en mercaptane. Een groot punt is natuurlijk, ja, er is geld te verdienen met dit te doen, op deze manier. En dat is voor een bedrijf altijd buitengewoon belangrijk. De olie levert geld op, maar het afvalwater is ernstig vervuild en afvoeren in zee mag niet. De kosten voor het zuiveren van dat productiewater zijn hoger dan de kosten voor injectie in leeg geproduceerde gasvelden. De NAM kiest dus voor de goedkoopste optie, injectie. Nee, maar er zijn wel meer dingen die gesjoemeld worden en niet waar zijn. Ze hebben ook heel veel aannames die, waarvan je kunt bewijzen dat ze onjuist zijn. Maar het gaat erom om die vergunning maar te krijgen. Omdat een aantal gasvelden in Noordoost-Twente inmiddels vrijwel leeg is, besluit de NAM die velden te gebruiken voor de opslag van het afvalwater. Via een transportleiding van Drenthe naar Twente wordt het water verdeeld over een aantal putten in de bodem gepompt. En dat gaat met honderdduizenden liters per dag, waarmee dagelijks ook ruim 8.700.000 liter gif de grond in wordt gepompt. De NAM zegt dat er geen risico's zijn verbonden aan de injectie van afvalwater, maar deskundigen hebben daar ernstige twijfels bij. Het is zo dat het niet iets is van dat lossen we dan even op. Nee, dat kan natuurlijk eeuwen en eeuwen en eeuwen doorgaan, die bederf, als dat eenmaal in het portefeuille misgaat. Strangely enough, the industry still wants to continue with this because it's the cheapest way of disposing of these wastes. Despite the damage that is being done to the river systems and to the groundwater. Het is vaak wat men gedaan heeft. Naar aanleiding van die publicaties komt vanuit de Twentse bevolking een toenemend aantal tips binnen bij RTV Oost. Er blijkt sprake van lekkages in afvalwaterleidingen en bij een aantal injectieputten. De bevolking in Twente reageert geschrokken. Er zijn te veel vraagtekens. Het verhaal klopt niet, het verhaal deugt niet. De minister moet hier gewoon ingrijpen. De NAM organiseert een serie informatieavonden waar honderden mensen op afkomen. Maar de onrust stopt niet en al snel wordt het burgerinitiatief Stop Afvalwater Twente opgericht. Het is volstrekt onverantwoord. Ook al heb je maar een hele kleine kans dat het gebeurt. Dan nog is het totaal onverantwoord. Als het gebeurt zijn de gevolgen niet te overzien. Dat actiecomité organiseert een petitie waar meer dan 80.000 keer op wordt ingetekend. De massale weerstand is voor toenmalig minister Kamp echter geen aanleiding om de afvalwaterinjectie te stoppen. Ik moet ook met algemeen belang rekening houden. En dat is, hebben we in het land ook belang bij dat de regering niet zomaar achter actiegroepen of achter meningen van groepen of individuen aanloopt, maar dat die zich goed informeert en op grond van feiten tot verstandige beslissingen komt. Ja. Enkele maanden later ontdekt een boer uit Hardenberg in een van zijn weilanden een grote lekkage. Honderden liters afvalwater zijn dan al het land opgelopen. Het afvalwater blijkt afkomstig uit de transportleiding van Drenthe naar Twente. Die leiding ligt er al sinds de jaren 70, toen het systeem in omgekeerde volgorde werd gebruikt voor het transport van gas van Twente naar de fabrieken van de NAM in Drenthe. Ondanks de geruststellende woorden dat de NAM continu zou monitoren op lekkages en drukverschillen in het leidingnetwerk, had de oliemaatschappij zelf niet in de gaten dat er sprake was van een forse lekkage. Het was de boer die de lekkage moest melden. Het is voor de NAM een tegenvallend succes. Het is eigenlijk een beetje een fiasco, kun je wel zeggen. Omdat ze in feite oude spullen gebruiken in plaats van goede middelen. Als gevolg van de berichten in de media en de toenemende onrust kan de NAM niet anders dan de injectie van afvalwater tijdelijk stilleggen. Want de transportleiding voor de aanvoer van injectiewater uit Drenthe naar de gasvelden in Twente blijkt in zeer slechte staat van onderhoud. Op diverse plekken worden lekkages geconstateerd en om die te dichten wordt een kleinere pijp in de oude transportleiding geschoven. Het proces neemt ruim een jaar, kost miljoenen en in die tijd ligt de oliewinning in Drenthe stil. Ja, dat is echt wat in deze industrie heel gangbaar is. Je weet gewoon niet precies hoe het zal gaan. En dan soms zit het heel erg mee en soms zit het iets
meer tegen. Maar daar hou je eigenlijk rekening mee als je in deze industrie werkt. Inmiddels wordt er alweer 1,5 jaar afvalwater geïnjecteerd in de Twentse bodem. Maar het gaat nu om minder grote hoeveelheden. En bovendien gebeurt dat nu op veel minder plekken dan eerder het geval was. Vanuit het verdeelpunt in Rossum gaat nu dagelijks 3 miljoen liter zwaar vervuild afvalwater in de Twentse bodem onder Rossum. De leiding, de rechtstreekse leiding, was het meest makkelijk te leggen naar Rossum. En voor andere gasvelden in Twente, dan heb je vertakkingen nodig. Dus eigenlijk was het lastiger. En deze putten in Rossum waren gewoon heel erg geschikt voor waterinjectie. Dus we hebben het daarbij gelaten. De NAM heeft de komende jaren nog een vergunning voor de injectie van het afvalwater. En daarin lijkt voorlopig geen verandering te komen, tenzij. Wij hebben onszelf eigenlijk beloofd, maar ook anderen, dat we in de gaten zouden houden in hoeverre het water te zuiveren is. Dus dat proces blijft continu eigenlijk.